Dit is de wolf en dit is een schilderij waar ik heel erg mee gegroeid ben. De wolf heeft namelijk hele dunne haren, wat het heel mooi maakt. Zoals je ook ziet, de lucht is ook een verbetering, want je blijft in het schilderij kijken. De wolf is nog maar één van zijn werken, want hij had al heel wat creaties op zijn namen staan. De 21-jarige Roel de Vries is meerdere keren in de wieken te vinden in atelier De Kunstgreep, van daar besteging Wil. Daar scholt er het ene na het oren werk uit zijn mouw. En Roel is van alle merken thuis. Ik teken soms realistisch, soms artistiek en cartoonisch. En had ik iets wat het liefste doet? Ik teken het lief, realistisch denk ik wel. Dit is de dame in het zwart en die heb ik met acrylverf gemaakt. Hij is gemaakt met vooral bruine witte kleuren en daaromheen zwart. Want als je roze door een mens heen gooit, dan krijg je een biggetje. Dat Roel talent had, is duidelijk. Want hij weet precies hokker technieken of ter tapassen mat. Het vernuiveren tal ik net dat zijn werk al op verskate locaties te zien is. En net op de minste plakken. Onder oren in het gemeentehuis van Dantumadiel. En zijn werk verkeert het ek nog eens goed. Het rode meisje, die was een hele tijd, die had ik gemaakt in vorig jaar. Op het einde van het jaar. En die is volgend jaar toen meteen haast verkocht. Belangrijk detailtje bezig, want zie, we hebben dit witte nu wel, maar je kan nog zien dat er iets mist. Dat komt omdat hier een zwarte streep hoort te zitten, die aangeeft dat het witte niet vast zit. Die hoort hier te zijn. Ik hoop eigenlijk echt wel dat mijn schilderijen populair worden. Dat ook gewoon meer de mensen het weten. Als ik heel groot mag zeggen, wil ik ze wel in het Rijksmuseum, maar dat gaat nooit gebeuren. Roel zijn ambities binnen in ons geval grut. En dit is grif net de laatste keer dat wij wat van hem en zijn werk jaren zullen.